Schorpioen, welkom bij jullie reading voor het laatste gedeelte van de maand september 2024. We gaan meteen kijken welke boodschappen er nog voor jullie tevoorschijn mogen komen. En we beginnen met de eerste kaart, nummer 41, ondersteuning die er voor jullie uitkwam. Dus 41, 4, 1 en ook het nummer 5 kunnen nog belangrijk zijn in deze maand september. En ik ga de boodschappen er voor jullie bij nemen. Wanneer je deze kaart hebt getrokken, word je beslist ondersteund door de engelen, Schorpioen. Dus weet dat. Heb vertrouwen, troost en heling zijn onderweg. Ook al heb je het nu moeilijk, verlies niet de moed. Ook al zie je het niet, van binnen kunnen zich al oplossingen vormen die alleen nog uitgevoerd moeten worden. Oefen je in geduld, maar verlies nooit de hoop. En ook tijdens het voorschudden van de kaarten, en ik heb zojuist de reading gedaan voor tweelingen, kwam een soortgelijke energie naar voren. Het kan dus zo zijn dat je schorpioen in je zonneteken hebt, maar ook ergens sterk een plaatsing hebt in tweelingen, heb ik het gevoel. Het hoeft natuurlijk niet. Verlies nooit de hoop, schorpioen. Ook al heb je het op dit moment moeilijk. Onder op het volgende dek hebben we de kelken 8 en de zwaarden 9 zie ik hier liggen. En het, ja, je maakt je ergens zorgen over, schorpioen. Je hebt misschien bepaalde overtuigingen waar je nu toch anders, die je nu toch los moet laten. Die kelken 8 is weglopen van een situatie, ja, wat je niet verder helpt. Wat je geen voldoening geeft, wat geen groei heeft of wat je niet gelukkig maakt. Maar ik zie de gerechtigheid onder die zwaarde 9 liggen. Dus dit is een kaart van balans. Maar ook keuzes maken. Assertief zijn. En het heeft allemaal te maken met de focus op jezelf, schorpioen, heb ik het gevoel. Universum. Wat mag er naar voren komen voor schorpioen? Voor het einde van deze maand september nog. Voor schorpioen. We hebben de magier, ja. Tweelingenergie. Het kan ook zo zijn dat je te maken hebt met een tweeling, maar ik heb het gevoel dat sommige van jullie sterk tweeling een plaatsing hebben in tweeling. En dit is manifesteren. Dat is ook maagdenergie. De kaart van manifesteren. Dat wat je hoopt, waar je op wenst, waar je sommige van jullie misschien voor hebben gebeden, dat er iets verandert. Iets waar je bereid bent om voor te vechten, je voor in te zetten, het anders te doen als anderen van je verwachten. Of anderen zijn het niet eens, maar je wil het op jouw manier doen. Ja, echt een soort van daadkracht. Zelf die controle nemen. Ook de informatie zoeken die je nodig hebt om vooruit te gaan. De kennis. Met de schildknaap van zwaarden. En ook die magier is iemand die heel intelligent is. En dan hebben we een ridder van zwaarden onder op het dek. Tweeling weegschaal waterman energie weer. En ook tweeling weegschaal waterman met die schildknaap van zwaarden. Universum, waarom niet hier? Kijk, schorpioen. Er mist op dit moment iets. We hebben de pentakels 5. En dit kan te maken hebben met, je hebt het gevoel, je boekt geen vooruitgang met iets. Of ja, er is een gebrek aan iets. Het kan ook financieel zijn met die pentakels 5. Je wil verandering. Het is nodig om iets achter te laten. De situatie waar je nu in bevindt. En dat heeft ook met emoties te maken. Dus er is iets wat ook emotioneel op een emotionele manier speelt. Maar kijk, wat we onder het dek hebben liggen, leeuwenergie met de staven 6. Dus je gaat die overwinning behalen. En je krijgt ook de ondersteuning die je nodig hebt. Maar je gaat iets, een succes maken. Je gaat verder van iets, want het is ook verder gaan. Iets moeilijks of een soort van gevecht of een conflict achter kunnen laten. Waarom ligt hier die ridder van zwaarden? Iemand die heel vast besloten op zijn doel afgaat, een jager. Waarom ligt hier die ridder van zwaarden?
heel besluitvaardig. Waarom ligt hier die ridder van zwaarden voor Schorpioen-universum? De ridder van zwaarden. Je wilt iets voor jezelf creëren. De wereldkaart. Een succesvolle voltooiing. Een cyclus die rond is. Iets wat afgesloten gaat worden en een nieuw hoofdstuk wat er gaat beginnen. Ja, waarin je de lasten, alle verantwoordelijkheden, de spanningen, datgene wat je op je schouders draagt, los kunt laten. Ja, en het kan ook te maken hebben met inderdaad heel veel uren werken, heel veel verantwoordelijkheden alleen dragen. Er is balans nodig in een situatie. Je wilt een nieuwe situatie creëren voor jezelf. Iets wat het voor jezelf makkelijker maakt. Want iets maakt je ongelukkig, iets put je uit. En ik zie je daar dus een weg in vinden met die magier en keuzes in maken. En ook voor het einde van de maand. Waarom ligt hier die ridder van zwaarden? De kelken aas. Liefde, geluk. Wauw, de wereldkaart en de kelken aas. Staven 4, weer de volgende stap zetten op weg naar dat leven wat je wil, het geluk. Dit heeft ook met relaties te maken, het huwelijk, een stabiele basis. Ook met de balans tussen heel hard werken en je plezier maken. Waarom ligt hier de magier? De magier is eigenlijk iemand die de controle in handen heeft. Iemand die alles, al zijn middelen gebruikt om de hemel op aarde te brengen. Het oordeel. En het oordeel heeft ook te maken met terugkijken op het verleden. Compassie, vergeving, maar ook het starten van een nieuw leven. Een soort van bewustwording. Dus dit is waar ik me op wil focussen met die magier. Want de focus is heel erg belangrijk. Datgene waar je op focust, dat trek je ook aan. Maar het heeft te maken met iets nieuws. De volgende stappen zetten. En voor sommigen van jullie is het een drastische verandering. Dus zul je iets moeten achterlaten, omdat het niet anders kan in die situatie. En het kunnen bepaalde mensen zijn. Het kan een omgeving zijn. Waarom ligt hier de magier? Maar een bepaald hoofdstuk wordt afgesloten. En maakt plaats voor iets nieuws. Waarom ligt hier de magier? Wauw, de aas van zwaarden. Een kaart van helderheid. Beslissingen die genomen worden, communicatie, assertief zijn. En dat is ook een soort van bewustwording gaat er plaatsvinden met het oordeel en de aas van zwaarden, schorpioen. Je gaat ergens een keuze in maken. Kan met werk te maken hebben. In ieder geval iets wat van invloed is op je financiële stabiliteit of je carrière, je balans. Ja, de balans. De balans in het dagelijkse leven, in je 3D. Want die magier brengt hemel op aarde. Dus zodat de dingen niet alleen in je hoofd zitten, maar ook plannen uitgevoerd worden. Je gaat je ergens voor inzetten. En nog voor het einde van de maand ga je ergens actie op ondernemen. Of je ergens verder in verdiepen, de informatie uitvinden. En een bepaald hoofdstuk wordt afgesloten en maakt plaats voor iets nieuws. Succes, gezien worden, talent. Met die staven 6. Staven 7. En die ridder van zwaarden is een hele snelle energie.
Dus er kan ook van sommige van jullie schorpioenen plotseling een boodschap komen die te maken heeft met je carrière. Iets waarin je uitblinkt. Iets waarin je gezien gaat worden. Universum. Die aas van zwaarden heeft ook te maken met de waarheid. Waarom ligt hier de staven 7? De staven 7. Ook grenzen aangeven. Maar ik zie je dus weglopen van iets. Ik zie je verder gaan. Ik zie je bepaalde personen of een omgeving of iets achterlaten. Wat ja, best wel pijnlijk of moeilijk kan zijn. Maar je hebt een visie. Je gaat ergens voor. Je staat ergens voor. En je bent bereid om je ook ja, daarin te verdedigen jezelf. Waarom ligt hier die staven 7? De staven 7 staan voor datgene waar je in gelooft. Staven 7, universum. Vast besloten zijn om inderdaad die overwinning te behalen. Staven 7. Je hebt misschien het gevoel, schorpioen, dat iedereen tegen je is. Maar er is ondersteuning van je engelen. We hebben ook de koningin van kelken, schorpioen, kreeft, vissen. Het kan ook een moederlijke energie zijn. Iemand die heel intuïtief, gevoelig, heel vriendelijk, zorgzaam. Maar ook iemand die ja, vertrouwt op haar intuïtie. En dit is je eigen energie natuurlijk, die waterenergie. Volgen van je hart. Volgen van je intuïtie, luisteren naar je gevoel. Pentakels 10, onder de dek een kaart van ja, voorspoed, rijkdom, betrouwbare relaties, iets opbouwen, iets stabiels. Iets kunnen nalaten. Financiële stabiliteit hebben. Een stabiel leven wat in balans is. Waarbij je inderdaad ja, gezin, familie zijn hier heel belangrijk. Voor sommigen van jullie schorpioen heeft het te maken met een moeder-kind relatie. Ik zie de keizerin eronder liggen. Dat is echt die moederenergie. Dat is ook een energie van groei, ontwikkeling. Het rustiger aan kunnen doen. Plannen die je hebt. Creatieve plannen. Om iets te laten groeien, te laten bloeien. Om te zorgen voor verbetering, vermeerdering. Waarom ligt hier de schildknaap van zwaarden? Waarom ligt hier de schildknaap van zwaarden? De sterke, dus je hoopt op iets, je verlangt naar iets. Je verlangt naar iets wat... Het kan ook een connectie zijn die je hebt. En zoals ik zei, het kan ook een moeder-kindrelatie zijn. Iets wat moeilijk, stroef, verloopt. Waarom ligt hier de schildknaap van zwaarden? Het is een kaart van healing. Het is ook een kaart van hoopvol zijn en wensvervulling. Weer de kelken 8. Dus er is een mogelijkheid. Er kan je iets aangereikt worden. Wat weer zorgt dat er meer balans komt.
waar je nu het gevoel hebt van, hoe kan ik dit oplossen? Ik zie geen uitweg. Iets drukt heel zwaar op je. Je bent aan het overdenken. Je voelt je machteloos in een situatie. Toch ben jij, schorpioen, degene die die verandering kan brengen. Het is heel belangrijk om, ondanks dat je misschien wil toegeven, toch voet bij stuk te blijven houden en grenzen aan te geven. Als je met een specifieke persoon te maken hebt, wat zorgt voor heel veel last, heel veel druk op je schouders. Maar ik zie inderdaad dat er informatie gaat komen. En het kan ook vanuit je intuïtie zijn. Of je gaat dingen lezen. Je gaat verschillende manieren uitproberen. Echt op een soort van onderzoek uit. En dan zie ik inderdaad dat je helderheid gaat krijgen in hoe je iets kunt manifesteren voor jezelf. Hoe je dit hoofdstuk van ook wat onrust, wat stress en onrust brengt, kunt omzetten in iets positiefs. Ja, want er gaat een overwinning plaatsvinden. Maar hou ook die hoop met de sterkaart. Onder op het dek de ridder van pentakels. En dit is langzaam stapjes vooruit gaan. Iemand die een plan heeft, maar wel de eindstreep haalt. Richting die stabiliteit met die pentakels, de aarde-energie. Langzaam zul je verandering zien in een situatie. Waarom ligt hier die kelk een 8? Omdat we die ook bovenin hadden liggen voor schorpioen. Waarom ligt hier de kelk een 8? Het is ook belangrijk om stil te staan bij de kleine details. Waarom ligt hier de kelk een 8? Bewustzijn van het huidige moment. We hebben de gehangene vissenenergie. Met de sterkaart hebben we waterman. Met de wereldkaart hebben we stier, leeuw, waterman, schorpioen. En met de magier hebben we tweelingenergie. Ja, je gaat ook misschien als een soort van moeilijke situatie is tussen jou en een persoon het vanuit deze persoon bekijken. En het kan iemand zijn die jonger is. We hebben hier reflectie. Ook je eigen aandeel ga je bekijken. Dit is een innerlijk licht schijnen. Maar ik zie ook voor sommigen van jullie iemand die een soort van hoopvol advies kan geven. Een wijze persoon. En het kan een soort van moederenergie zijn. Maar iemand die heel intuïtief is. Waardoor je vooruit kan. Waardoor je misschien handvaten aangereikt krijgt. Waardoor je vooruit kan in een hele moeilijke situatie. Maar het heeft ook te maken met geven en nemen. Waarom ligt hier de kelk een 8? Maar op deze manier, zoals het nu is, kom je dus niet verder. Waarom ligt hier de kelk een 8? Iets staat stil. Waarom ligt hier de kelk een 8? De koning van staven. Dus het is belangrijk, schorpioen, om nu door te pakken. Actie. Dit is een kaart van de keuzes maken, actie ondernemen. Heel doelgericht te werk gaan, want die koning van staven heeft een heel objectief beeld. Maar er is ook iemand die anderen kan inspireren, motiveren. Dus er kan ook een vuurteken zijn in je omgeving. En dat hoeft niet per se een vuurteken te zijn. Dat kan ook iemand zijn die ervaring heeft. Iemand die jou kan motiveren of inspireren op de een of andere manier om de dingen anders te zien. Waardoor je keuzes maakt, actie onderneemt.
En waardoor er weer hoop komt in een situatie. Ja, positieve vooruitgang, een einde aan vertragingen. En het gaat langzaam, zul je de verbetering zien, die stapjes vooruit zien gaan. En het kan ook een verandering zijn in gedrag van iemand. En zoals ik zei, het kan te maken hebben met familiesituaties waarin er constant gekibbel is. Constant nee, verdedigen. Of een situatie waarin je het gevoel hebt je constant te moeten verantwoorden of te verdedigen. Omdat alle verantwoording bij jou ligt, schorpioen. Maar ik zie dat je dat gaat overwinnen. En voor sommigen van jullie komt er ook daadwerkelijk echt een soort van wensvervulling. Nog voor het einde van de maand. En er komt communicatie. Iets waarvoor je hebt gevochten. Iets wat je hebt geprobeerd te manifesteren. Iets waarvoor je de actie hebt ondernomen. En waar tot nu toe een soort van weinig vooruitgang was. Je had het gevoel, ik ga niet vooruit met die gehangenen. Maar je hebt jezelf wel echt op een bepaalde manier opgeofferd. Ook dat kan iets zijn, je hebt je opgeofferd en er komt nu dus eindelijk een succesvolle voltooiing. Dus een soort van beloning voor de tijd dat je inderdaad jezelf hebt opgeofferd, ergens aan gewerkt hebt, heel veel verantwoordelijkheden droeg. En voor anderen van jullie gaat het een keuze zijn om jezelf niet meer op te offeren voor een ander of voor een situatie. Omdat dit geen groei, geen vooruitgang brengt. Dus of in een connectie, dus je gaat besluiten om wat anders te doen. Je krijgt een ingeving of iemand schijnt een licht op de situatie, komt met informatie. Het kan zijn dat je zelf op zoek gaat naar informatie, maar er komt een soort van helderheid, waardoor je zo een bewustwording hebt van zo is het hoe ik het aan ga pakken, dit is wat ik wil manifesteren, dit is wat ik wil creëren en dat is wat je gaat doen. Dus schorpioen, weet je, wordt ondersteund door de engelen. Ik wens jullie nog een hele mooie maand toe. Tot de volgende keer. Dag!